persoon van lijf en leven en mijn goed verstanden. En dat doe ik erom praten te sparen. Zonbleeuwen. En proberen voor vrijwilligers door te gaan. Nee? Dan rijden we het wel. We hopen jou weer nog zo lang mogelijk kennen. Ja. Nou, wij willen graag 84 hier in Burgus. Ja, absoluut. En dan ben je natuurlijk al iets eerder op bij dan dat ik ben. Zolang ik goed kan, lekker kan blijven sporten, dan vind ik het prima. Sporten. Sporten. Oké. Okay. Veel sporten. Goeie. Hoe werk 84? Een beetje zon, met de familie. En ik hoop dat ik zo hard wil maken als ik neem. Die zijn niet jochtig. En ik ben hier in Vosgut. En als ik dat bekend, dan heb je een heel best plan. Het wordt net zo lang meer, want het zit hier in de zee al die tal 84 worden dus. En ik word het in juni. Dus ik hoop dat ik dat kortje nog haal. Op het ogenblik kreeg ik maar hier twee kruppen, omdat ik wat binnen ha. En dat hoop ik aan de uur direct kwijt eruit zit. En verder, ja, nog ik weer bij, in beweging blijven, een beetje in de frisse lucht. En ik ga een vrouw die boer op mijn post. Dat, en mijn meisje die mij naast verzorgt, dat ik hoop al wat ik al voor juni dan ben jullie, dat ik dat. Ben ik zo? Ik doe twee. Dan word je er weer mee weg. En de vraag luidt van hoe word ik, hoe moet ik 84 worden? Nou, een beetje zon. En als het net nog is, dan hierin was het. Dat heeft een heel berg plak. En haakje, die vermaakt het niet allemaal weer. Ja, ik wil leuke dingen, maar je haalt hem door. Dus dat kan heel goed. Hoe ik 100 jaar worden was. Ik wil altijd eerst zien naar mijn beppe. Mijn beppe is op 3 weken naar 100 jaar geweest. Het dagmeisje wil altijd schrander. Ze braait altijd. En dat is voor mij altijd de meest geweest. Ik wil zo oud worden als mijn beppe. Ik hoop graag 85 te worden. Door heel gezond te blijven en nog heel lang te mogen werken. In deze ouderenzorg waar ik heel graag de mensen weer ondersteun. En op een goede manier meer dan 85 te kunnen worden. Nou, ik ben van Santje. Ik weet net al om dat al hier uit te leggen niet kennen hoe oud ik dan ben, maar ik word 84. Nou, ik wil graag, ik ben een Friese vrouw, dus ik praat Fries. In Nederland ben ik een hartkruk, dat ken je. Maar ik ben bij Bolwerden december 94. Mijn tweelingbroer, die ook een nijweester, en die is 80 dan. Maar we zijn hier in Rusthuis in Verwerd. En het is hier echt weer thuis voor u allen. We hebben hier prima. Je bent wel heel gerust de stad, jongens, want je zit echt wel eens bij die ene mee heen. Die pleeghuis. Maar daar hebben we dat prettig helemaal. Ik kan net oorzezen. Hoe heet het hier hartstikke naar? Mevrouw Nicolai, ben je al 84 hier? Nee, ik ben in augustus 82. Nou, je komt meteen bij, ja. Ik vind dat een mooi eindje, hè. En ik neem aan dat jij graag 84 hier willen wonen. Ja, wel graag, want dan hebben we de vlaggen voor u, hè. Ja, en Joost hebben wij de naar was hier, maar ja, vol. Ja, maar dat zijn we dan wel met het achterkomen. Nou, je weet net wat er te regelen hier valt. Nou, nee, telefoontje is makkelijk, hè.